Terwijl hier achter me al mensen zich verzamelen voor de wijnroute vanavond, staan wij hier eventjes met nu nog een leeg glas. Herkenbaar aan 2015. Het is de vijfde keer dat de wijnroute hier door de ondernemersvereniging in Monnikendam wordt georganiseerd. Alle mensen die een glas hebben kunnen bemachtigen, die gaan langs alle ondernemers. Daar zijn dan verschillende wijnkeuzes die je kan maken. Een beetje proeven en een beetje eten en een beetje drinken. En een hoop gezelligheid. En dat is waarvoor de mensen hier allemaal komen. En ondertussen hoopt natuurlijk de ondernemersvereniging dat mensen de winkels onthouden. Dat ze hierna nog eens een keertje terugkomen. Maar vanavond is het vooral de gezelligheid. Iedereen komt hier bij elkaar. Er zijn 1000 glazen verkocht. Dus minimaal 1000 mensen die hier op de been zijn. En alle winkels en andere ondernemingen hier gaan bezoeken. Mijn glas is nu nog leeg. Maar goed, het is een mooi glas. Mooi om naar te kijken. Maar we hopen natuurlijk dat er straks wat in komt. Oké, nu gaan jullie in de lens kijken. Hè? Niet meer af laten leiden. 1, 2, 3, daar komt hij. En nog één. Het vogeltje. Dat zei mijn vader altijd. Leuk. Mooi zo. Goed zo. Nou, ik zie dat u hier niet voor niks bent gekomen. Allemaal glazen en de kaart. Waar gaat u naartoe? Ik heb geen glas hoor. Kijk maar. Nee, ik ben de Bob. Ik ben de Bob. Oh, je mag helemaal niks drinken? Nee. Oh, wat zie maar je. Doe het wel. Oh. Ja, natuurlijk. Maar u bent van de route, of niet? Ja, ik heb altijd... Kijk, ja, hoe moet ik dat zeggen? Je kan het vaak genoeg zeggen, hou je aan de planning. Maar we zijn inmiddels gewijzigd, we gaan achteraan beginnen. Waar is achteraan? Nou, nummer 35, IJsselen. Oké, nou dan is het dicht in de buurt. Dan komen we een keer midden, we komen elkaar tegen en dan zien we het wel. Ja. Nou, een hele fijne avond. Ja, dank u wel. Nou Greetje, je bent van Gutter, maar je bent hier nu van de organisatie van de ondernemersvereniging. Ja. Wat gaat er allemaal gebeuren vanavond? Nou, vanavond komen 1000 mensen die een paar weken geleden glas gekocht hebben. Die komen langs 35 winkeliers om een slokje wijn te proeven. Ja, en meer dan dat, hè? Zo kunnen ook hapjes en drank, hapjes en rook bij. Ja, natuurlijk. Bij elke winkelier is een hapje verzorgd. En dat is natuurlijk bij iedereen wat anders, dus ook dat is een verrassing. Dus al met al gewoon een feestelijke avond. Ja, precies. Nou, je ziet er al helemaal feestelijk uit. Waar ga jij zelf naartoe? Ik blijf gewoon in mijn winkel. Oh. Want ik heb zelf natuurlijk nog nooit één... meter van de wijnroute kunnen zien. Jammer, net, net zoals al mijn andere collega winkeliers. Ja. Maar dat is nou eenmaal zo en dat is ons werk. Ja. En het leuke is dat dit weer eens ander werk is. Want je staat wel, terwijl je al vanaf vanochtend 6 uur staat. En dus het is allemaal, het is best wel pittig. Maar omdat het echt heel iets anders is wat je normaal doet, is het gewoon heel leuk. En inderdaad, mensen zien me weinig in mijn glitterpak. Ja. Dus ook op die manier zie je de ondernemers ook weer eens anders. Ja. En dat is gewoon grappig. Ja, zeker. En wat hebben jullie vanavond voor extra hapjes gemaakt bij de wijn die jullie gekregen hebben? Dat mag ik natuurlijk niet verraaien. Oh, oké. Nee, mijn man is daar de hele dag mee bezig geweest in de keuken en zo. Dus dat moeten de mensen echt komen proeven. Oh, oké. Nou, we komen straks even kijken. Maar het past wel goed bij de bakker. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja, ja, ja. Dat mensen inspiratie krijgen. Dat ze denken, oh wat leuk, dat kan ik thuis ook maken. Ja. Nou, ga ik bij Gutter mijn brood halen en dan ga ik dat even in elkaar zetten. Okay. Want dat is natuurlijk ook het idee. Ja. Dat je ook inspiratie krijgt van het rondje wat je doet. En ook een gezellige avond hebt en wijn proeft. Dus nou ja, het kent niet fout. Nou, we gaan het meemaken. Nou, ja. Veel plezier. Dankjewel. Jij ook. Dankjewel. Ja, geen zij. Hoi. Ja, ik loop nu bij Huibrechtse, de meubelstoffeerderij, naar binnen. Nummer 19 op de lijst vanavond van de wijnroute. Dus ga even kijken wat zij voor wijntjes hier schenken vanavond. Even kijken. Kom even onderbreken hoor. Zo, nou, wat voor wijn schenken jullie vanavond? Wat voor wijn? Palmas. Volgens de slijter is het de meest verkochte wijn van hem. Dus het moet hartstikke goed gaan vanavond. En is dat rood of wit? Alle twee, rood en wit. Okay. Allebei van Palmas? Ja. Okay. Is dat Spaans? Nee, Frans. 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 Okay. Zuid-Frans. Zuid-Frans, ja. Okay. Heeft u zelf al geproefd? Nee, nog niet. Nee. Dat ga ik straks wel doen. Maar ik heb wel gehoord dat het heel lekker wijn is. Lekker smaakt, ja. Oké, okay. En wat heeft u er voor hapjes bij gemaakt? Nou, zoals je ziet hebben we heerlijke zongedroogde tomaatjes en wat olijfjes, donkere en lichte. En een stukje kaas, Franse kaas. Ja, dus ja. In een Franse sfeer gebleven. Franse sfeer, ja. Dus Franse kleuren ballonnen, ja, moeilijk, rood buiten de deur. rood, wit, blauw, maar ja, dat is Nederlands ook. Dus, En doet u ook mee voor de vijfde keer? Vierde keer.
Ja, ja. En vorig jaar veel succes vorig gehad? Ja, een hoop succes. Ja, er zijn ook al heel veel mensen uitgekomen. Dus, ja. En altijd zo van, ik wist niet dat je hier zat. Ja. Vanaf 87, dus. Oh, ja. Ja, precies. Ja, ja, je zit er al even. Ja, ja, ja. Of nee, over 2 jaar dan een jubileum? Nee, want we doen het al 10 jaar langer hoor. Hier en daar in Monnikendam gezeten en vanaf 87 in de Kalfsteeg. Ja, oké. Ja. Ja, okay. Nou, het is te hopen dat dit natuurlijk ook wat oplevert voor de business. Denk het wel. Ja hoor, ja hoor. Okay. Ja. Nou, prima. Nou, fijne avond. Oké, hetzelfde. Okay. Dit is nummer 3. Nummer 3? Dit is nummer 3. Ik denk het is logisch ja. Nummer 19 en nummer 20. Nee, dit okay. Is nummer 3. Nummer 3. En wat heb jij in je glas? Weet je dat? Ja, ik heb een oud kaap. Okay. En het is een erg lekker wijntje. Het is een meloenproefje en nog wat andere toontjes en smaken. Maar ik vind het wel lastig om het soms te omschrijven hoor. Wat er dan staat, denk ik... Okay. Soms niet, soms wel. Ja, ja, want je proeft even en je kijkt ook even wat er over geschreven staat. Of je de omschrijving, of je dat een beetje met het mondgevoel en met de smaak die je proeft ook, of dat wel klopt. Ja, okay. En heb je een pen bij? Maak je aantekening of onthoud je alles? Een aantekening. Ik heb wel van tevoren wat kruisjes neergezet, welke ik sowieso wil doen. En welke ik echt wel zeg van, die wil ik graag. En die vind ik, wat ik ook wel weet, wat ik echt een lekkere smaken vind. Dus, die kan je vanaf volgende week bij de wijnhandel halen. Daarom. Eventjes kijken of ze echt zo smaken als dat ik denk dat ze smaken. Ja. En dat ik wil dat ze smaken. Ja. En dan zeker weten halen. Okay. Goed, dankjewel. Alsjeblieft. Veel plezier. Nou, we zijn hier dus bij nummer 3 naar binnen. Hè? Ja. Bij de wassalon. En u schenkt een oude kaap? Ja, dat klopt. Ja. En een rode en de witte van oude kaap? Dat klopt ook, ja. En waar heeft u de hapjes voorbij gemaakt? Nou, ik heb gewoon een beetje tapashapjes. Maar het hoort eigenlijk bij wit vlees en wild... En rood vlees. Dus eigenlijk bijna niet nee. Oké, maar u vond zelf tappers gewoon lekker? Ja. Dat komt moeilijk te koken hier al. Ja, kan ook niet voor de spullen. Hè. Dan gaat ruiken naar het vlees en bakgeur. Nou, dat kan natuurlijk helemaal niet hier. Nee. Ja. Want het is vandaag nog de hele dag gewassen? Nee, we waren vandaag vrij. Oh, oké. Helemaal klaargemaakt alleen voor de wijnroute. Okay. Ja, het vergt dus toch nog wel heel veel voorbereiding. Zeker weten. Ja. Maar wel leuk. Komen veel mensen, denk je? Laten we het hopen, hè? Ja. Gaan er maar vanuit. Nou, er zijn 1000 glazen verkocht. Ja, we zijn erop voorbereid. We gaan ervoor. Fijne avond. Ja, hetzelfde, hè? Ja. Als je maar niet aan het eind van de avond weer gaat interviewen. Dat... Nee, het eind van de rij is nog tot daar aan toe, maar het eind van de avond niet, hè? Nee, dat klopt. Nee. Dat klopt helemaal. Uiteindelijk heb ik maar een half uurtje gestaan, hè? Ja. En er zijn gekken geweest die het om 6:15 zijn gaan liggen, toch? En hier naar binnen geweest? En, ja. Ja? Ja, en mijn vrouw nu al kwijtgeraakt. Dus ja, zo gaat dat. Nou, het is hier niet zo heel erg groot, hè? Dus je vindt elkaar wel weer terug. We vinden elkaar straks wel weer terug op het eindpunt. Ja, precies. Ja. Dankjewel. Oké, okay, nou veel plezier. Dankjewel, jullie ook? Ja. Tot ziens. Wat schenkt u voor wijn? Oh. Oh, spannend hè, sorry. Italiaanse. Ja? Ja. Oké, okay. En welk merk? Nou, dat hebben we hier allemaal op staan, maar dat zijn hele moeilijke Italiaanse namen. Mabie Uvan Pinocchio della Venezia. Oké, okay. En dat is de witte en de rode? De Mabie Ripasso della Valpolicella. Nou, vast heerlijk. Ja. Heeft u zelf even geproefd? Nee. Niet geproefd? Nee. Nou, nee, nog niet. Nog niet. Ik ben aan het werk. Ja, nee, dus zo is het. Ja, ik loop ook met een leeg glas. Ja, ja. Kan niet allemaal tegelijk. Heb jij al geproefd? Ik ga hem nu proeven. Ik krijg hem van haar nu. Dus we gaan het ondervinden. Hé, hey, dankjewel hè. Proost. Kijk eens niet wat op. Proost hè. Allemaal goud wat er blinkt. Wit goud en rood goud vanavond? Van alles, hè. En zilver en ook mooie rode wijn, hè, schenken we. Dus we blijven in kleur. Oké, wat schenken jullie? Wij schenken een Rioja uit 2009, een wat lichtere. En achter eentje uit 2008. Het schijnt een hele lekkere te zijn, dus heel veel mensen komen er echt voor. En we hebben er een heerlijke worst bij van de slager, van Dirk. En dan weer heerlijke kaastapenade van het zuid. Dus we blijven in het dorp, of in de stad, hè, stadsrecht. Ja, ja, ja. Daarom, ja. Ja. Leuk zijn. Het is net begonnen, maar het is al druk op straat, hè? Ja, het is absoluut heel druk. Ja, en gezellig. En het weer zit mee, hè? Dus ja, wat willen we nog meer, toch? Ja. Maar graag gedaan. Nou, liefde keer 3, maar dan is dit nummer 7 op de wijnroute. Dus eventjes kijken wat er hier is.
Hallo, is dit de eerste keer, hè? Ja, is de eerste keer, ja. Ja, ik weet nog vorig jaar, toen waren jullie net hier geopend, voordat de wijnroute er was. En toen kon je net niet meer meedoen, maar nu dus wel. Nu wel, ja, superleuk. Het is echt nu al heel gezellig. Ja. Oké. Ja. Fijn en lekker veel aanloop natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja, ik ben benieuwd. Ik hoor 1000 mensen, dus ja, dan komt er nog heel wat. Ja, ja. Ben je voorbereid? Heb je genoeg wijn in huis? Ja. Nou ja, dit is de helft, dus ja... We gaan nog even door, toch? Ja, precies. En lekkere hapjes gemaakt? Ja, wij hebben van onze eigen producten ook een aantal dingen gebakken. En ja, okay. Dat slaat leuk aan. Wil je proeven? Nou, wat zit er in een glaasje? Gazpacho. Ja, is koude tomatensoep met kruiden. En we hebben een dip gemaakt. Dat gaan we dan ook zelf verkopen, de olijfolie. En nou ja, brood gebakken voor erin. Oké, lekker. Want je schenkt ook Spaanse wijn? Ja. Ja. Niet vermoeden. Ja. Ja, je bent druk bezig geweest met al die dingetjes. Ja, maar ja, ja. Maar ik denk, ja, het is toch leuk om er, als je de eerste keer meedoet, om er wat gezelligs van te gaan maken. Ja, precies. Ja, ja. Hey, een hele fijne avond. Dank je wel. Jullie ook. Dank je. Wil je niet? Ja, niet zo. Kijk, het is hier gewoon al buiten gezellig, zeg. Heb je al een wijntje te pakken? Ja, zeker. Ja, is erg lekker. Lekker? Ja hoor. Van hier? Deze is van hier, maar ik heb nog niet geproefd. Oh, oké. Okay. Doe dat even. We kunnen even weten of het lekker is. Je moet ook een kaasje proeven. Ja, ja. Een feest voor alle zintuigen, hè? Oh, dat is een hele lekkere volle wijn is dit. Ja, ja, is erg goed. Ja. Oké. Okay. Ja. Mooie rode volle wijn. Oh, oké. Okay. En wat heeft u geproefd? Ik hou niet van rood, dus ik sla deze over. Maar ik heb al een aantal witte gehad. Die waren erg lekker allemaal. Ja, okay. Ja hoor. Okay. Jullie doen het nu buiten, hè? Want het is ook hartstikke lekker weer. Ja, absoluut. Heerlijk. Ja. Heb je ook geen vieze voeten binnen? Nee, klopt. Dat is eigenlijk vorig jaar wijn over de witte muur gehad. Dus dit jaar dachten we lekker buiten. En het is prima weer. Ja, heerlijk. Absoluut. Ja, absoluut. En wat hebben jullie? We hebben een rode, twee rode, een Bordeaux en een Saint-Emilion. Uh-huh. En ik heb me laten vertellen dat Saint-Emilion ook uit Bordeaux komt. Maar het enige verschil zit hem in dat de Saint-Emilion zwaarder is dan de Bordeaux. Okay. Dus dat en, is, en tot nu toe, waar kiezen mensen voor? Nou ja, als we even kijken naar hoe vol de fles zit, dan is de Saint-Emilion het meest gewild bij mij. Maar hoe dat bij de rest zit, weet ik natuurlijk niet. Nee, precies. Okay. En je hebt allemaal lekkere dingetjes hier? Ja, we hebben ons laten helpen door de slager en de kaasboer hier om de hoek. Okay. Dus die hebben heerlijke hapjes verzorgd voor ons. Oké, okay, mooi. Het blijft allemaal regionaal, hè? Absoluut, ja. Lekker. En hier, hoe gaat het met de wijn? Het gaat heel goed, ja zeker. En je hebt mooie doppen erop. Ja, dat is even makkelijker met schenken. Ja, dan krijg je niet zelf al die vlekken op je kleding. Ook, hè? Ja, dat zo is al die druppeltjes die vallen, toch? Ja, ja. Ja, heel praktisch. Ja. Okay. Ja. Maar gaat goed. Gaat ja, goed. Prima. Veel aanloop. Ja, ja. Lekker. Gezellig. Ja, zeker. En een vuurkorfje voor als het straks wat koud wordt. Ja. Ja. Ja, niet te dicht, maar... Precies, pas op de gevel. Ja. En, ben je lekker aan het proeven? Dit is de eerste glas, dus ik moet nog beginnen. Oh, ja. Net begonnen. We zijn net begonnen. Oh, oké. Okay. En heb je een route in gedachten? Zuideinde eerst, en dan zien we wel weer verder. En heb je een voorkeur voor wit of rood? Voorkeur gaat naar wit. En een land? Nee, dat niet. Nee. Dat niet. Nee. Als maar wit is. Als maar wit is. Okay. En hoe is dat voor u? Bij mij rood en ja? Franse wijn. Frans, oké. Okay. Nou, dan bent u hier goed aan. Ja, u, daarom. Ja, klopt. Kan u hier wel een avondje blijven staan? Zeker weten. Ja. Ja. En u? Normaal had de Duitse witte, maar deze is ook wel erg lekker, die rode. Ja. Okay. Fijne avond. Ja, dankjewel. Jullie ook. En alle winkeltjes. Ja, dus iets anders. Ja. Wat heb je allemaal gemaakt? Nou, heel veel verschillende dingen. Kleine cupcakejes. En dit, je zou het niet denken, maar het is een door de midden gesneden blauwe bes. En nou ja, onze beroemde en beruchte truffels. We hebben ze ook nog daar staan in framboos met witte chocola. En dit is Franse panbodem met een cream cheese icing. Dus ja, en poffertjes hebben we. En onze chocolatier is heel creatief geweest. Die heeft een egel gemaakt.
met allemaal stekels. En die stekels zijn van Rice Krispie. En Rice Krispie is bij ons een bonbon en dan, normaal zit er nog chocola omheen. Maar dit is alleen het interieur, hè, zoals je dat noemt. Ja. Ja. Het ziet er heel mooi uit. Nou, dank je. Smaakt het ook lekker? Heerlijk. Ja? Heerlijk. Rijst, crispy? Ik proef ook de gepofte rijst. Helemaal heerlijk. Ja, ja, lekker? Ja. Hoort bij dit wijntje. Ja? Okay. En wat heb je voor wijntje? Ik heb een witte, nou de naam is me even ontschoten. Maar hij is heerlijk. Hij is lekker. Je moet hem niet bij een haringje eten. Nee. Maar we zijn lekker bij de chocolaterie. Heerlijk. Kijk, er zijn nu ook de EHBO'ers aanwezig. Hallo. Wat verwachten jullie vanavond aan te treffen? Nou, gezelligheid. Ja? Oké. Okay. En nog gekke dingen? Ja, dat weten we niet, hè. Nee. Je hebt nog geen pleisters hoeven plakken? Nog niet. Geen blaren op de voeten? Ook nog niet. Nee, oké. Okay. Geen dronken mensen nog? Nou, dat zal nog wel komen, maar nu volgens mij nog niet. Nee, oké. Okay. Maar je bent erop voorbereid? Altijd. Okay. Fijne avond. Ik hoop dat je ook. Dames en heren, educatief momentje. Dat is belangrijk. Oh, ja, het is vanavond een educatieve avond. Wij hebben twee Chileense wijnen. Dat is de Calitera. Dat staat voor La Calidad de la Terra. Oftewel de kwaliteit van de aarde. En hele mooie aarde geeft fantastische wijnen. Bovendien is dit een samenwerkingsverband tussen een Amerikaanse wijnmaker en een Chileense wijnmaker. Dus behoorlijk internationaal georiënteerd. De witte wijn is wat lichter. Een zweempje groen zit erin. En u proeft passievrucht en ananas. En de rosé is een wat zwaardere rosé met een wat kruidige afdronk en heel veel rood fruit, waaronder kersen en ananas. Wat mag ik voor u inschenken? Rosé'tje met. U gaat voor de rosé? Nou, dan gaan we dat gewoon. U was ook allemaal ademloos aan het luisteren, ja, dat is heerlijk. Als ik dit... Nee, maar als ik dit thuis doe, dan luistert er geen hond. Maar heel, ja, rosé toch? Dat hebben we allemaal. Alsjeblieft, geniet ervan. En Greetje was net ook heel mysterieus over de hapjes die je hebt gemaakt vandaag. Ja, wat heb ja. je erbij? Nou, dat is eigenlijk aan Els om dat te vertellen. Maar ja, Els is nu hartstikke druk. We hebben stokbrood. En die hebben we gemaakt met drie soorten kruidenboter. Een pesto kruidenboter. En een reguliere kruidenboter met knoflook en peterselie. En dan een hele bijzondere kruidenboter als een pomodori kruidenboter. En die hebben we in het stokbrood gespoten en daarna pas afgebakken. En dan krijg je zo'n stokbrood wat lekker doortrokken is met kruiden. En de combinatie wijn en ook een beetje stokbrood erbij is natuurlijk fantastisch. Want anders haal je 10 uur niet, ben ik bang. Dus ik zou wel even een broodje nemen als ik jou was. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Hij vertelt het ook lekker, hè? Ja, ik heb het in trek. Nou Bas, mag ik je even storen? Hi. Hi, hoe is het? Goed, heel goed. Ja, bijzondere avond, hè? Ja, heerlijk. Prachtig weer en iedereen blij. Ja, helemaal goed. Helemaal goed. En heb je veel gedaan aan de voorbereiding vandaag? Nee, dat hoef ik niet te doen. Nee. Dat gaat gelukkig fantastisch met anderen. Oké, dus je gaat lekker genieten. Heel goed. Ja, nou, ik zit in het water. Dat is echt waar. Oh. Want ik blijf me toch als voorzitter eindverantwoordelijk voelen. Ja. En ik probeer het aan andere mensen ook uit te leggen en dat begrijp je niet. Maar we hopen natuurlijk altijd dat het prima verloopt. En het verloopt ook altijd goed, maar er zou iets kunnen gebeuren. En dan vind ik dat ik daar verantwoordelijk voor ben. Dus. Okay, er moet iemand nuchter blijven hier. Nee, er zijn een heleboel nuchter. Want alle winkeliers zijn daar zeker ook goed in. Dus, ja, precies. Nee, ja, dat kan natuurlijk ook niet, hè? Nee. Okay, maar we zijn blij en jullie krijgen ook hele goede indrukken, denk ik. Absoluut. En veel gezelligheid. Mensen hebben echt goede zin vanavond ook weer. Ja. Oké, fijn dat jullie er weer zijn. Oké. Ja, vinden wij ook. Fijne avond. Kijk. En zo heeft iedereen zijn eigen oplossing voor het druppelen. Jullie hebben daar een doekje om gewonnen. Een doekje en een eigen tuutje. Ik dacht, vorig jaar ging het niet zo goed. We doen het dit jaar zo. Okay. En heb je al veel glaasjes kunnen inschenken? We hebben al heel wat glaasjes in kunnen schenken. Dit jaar is bij ons de wit favoriet. Wat schenk je? Wij schenken allebei een Italiaanse wijn. Ik een Merlot, zij een Chardonnay. Ze zijn allebei heel een beetje zuurig, lichtzuurig vind ik hem, maar hij is ontzettend lekker. En wat heb je erbij? Wij hebben een cuisinier ingehuurd, hadden we vorig jaar ook al, Frans Kelders. En hem heb ik doorgegeven welke wijnen wij te schenken zouden krijgen. En hij heeft daar 3 heerlijke hapjes bij gemaakt. 1 vlees, 1 vis en een vegetarisch hapje. Okay. Nou, helemaal in de stijl. Heerlijk. Oké, okay. Nou lekker. Wil je proeven ook? Nou, ik kom later nog wel eventjes. Oké. Okay. Prima. Dankjewel. Ja. 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 Ja.
Ik ben van de aardbeien, de kersen en de zederhout. Mag je nu niet gewoon insteken? Mag ook wel. De Merlo. Oh, je bent aan de beurt. Veel plezier, hè? Ja, dank u. Hallo, hoe is het? Heel druk. Leuk, maar heel druk. Ja. Er staat een rij ook buiten, hè? Ontzettend. Dat heb ik niet gezien. Maar ik neem aan, omdat iedereen zo stagneert hier, dat het inderdaad ook buiten heel druk is. Ik in de winkel nu. Wat schenk jij? Ik schenk een Sim van Del Home Run uit Californië. En met een, gecombineerd met de Franse Chardonnay? En gecombineerd met de Franse Chardonnay. Dat is Pascal de afdeling. En wat heb je gemaakt vandaag? Ik heb niets lekkers gemaakt. Nee? Dit heeft, denk ik, Claudia of Annegien gedaan. Oké, okay. Nou, gaan we even naar kijken. Nou, succes. Dankjewel. Hey, Annegien, jij is van de PMU. Hi! Annegien! Ja, heb ik al. Ik heb geen wijn in. Witte vrouw, het rood. Voor de uitgebreide beschrijving staat daar aan het einde van de tafel. Heb je die beschrijving niet uit je hoofd geleerd? Nee, dat heb ik vorig jaar geprobeerd. En bij 30 ben ik gestopt omdat iedereen me heel raar zat aan te kijken. Dus ik heb de beschrijving nu daar op tafel neergezet. Anders gaat het niet goed komen. Maar de wit gaat heel hard, daar ben ik niet zo blij mee. Want het is de ene laatste fles. Ja, nu al. En wat schenk je? Wij hebben hier Merlot Cabernet en ik heb de andere is een Sauvignon. Heel lekker op zich. Rood is minder lekker dan de wit. Wit is lekker fruit. Dus pas goed bij het weertje van vanavond. En hoe lang zit jij hier nu? Moet je dat nog echt vragen? 1 jaar, dat staat op de deur. Dit er even tussenuit. Hey, gefeliciteerd, je zit hier nou 1 jaar. Ja, we zitten hier 1 jaar. Dankjewel, wat leuk dat je dat weet, joh. Het is ook helemaal feestelijk. Ja, we hebben een heel groot feest afgelopen woensdag gehad. Met hele leuke prijzen en slaan op de piñata. En wat wil je, wit? Witte. En we hebben het uitgebreid gevierd, dus dankjewel. We zijn dankbaar dat we er nog altijd mogen zijn. Zal ik het zo maar zeggen? Het gaat lekker. Ja, het gaat lekker. Het heeft pieken en dalen. Mei en juni waren toch best wel pittig. Maar vanaf augustus zijn we weer lekker bezig. Dus het gaat goed. We mogen nog steeds doorgaan. Ja, nou, lekker. Ja, heerlijk. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hè. Veel plezier. Dank je. Jij ook. Deze is gewoon een menu. Maar zoals hier is het wel leuk. Hallo, terug! Ik doe net een van beroep of hobby? Hobbyist. Ik speel dus heel veel piano. Maar ik ben bij Kees in de leer geweest voor een piano stemcursus. En ik doe dat dus naast mijn beroep als vliegtuigtechnicus. Doe ik dat erbij. Dus ik ben, vliegtuigtechnicus? Ja, ik ben vliegtuigtechnicus voor TUI. Oh, okay. Dat was Arke, dat is nu TUI. Ja, ja. En dat combineer ik dus samen met mijn piano stem. Technicusbaan en dat gaat goed. Het is wel heel druk, maar het is wel erg leuk. Ja, is heel leuk. Precies, en dan zelf nog ook nog spelen? Ja, daar is het eigenlijk mee begonnen. Het is, de pianostem is pas van de laatste 5 jaar. Maar dat heeft Kees hartstikke netjes bijgeschaafd en een prima cursus. Dus ik kan ook als professioneel pianostemmer aan de slag nu. Dus dat is wel echt leuk. Dankjewel. Oké. Ik zal piano bijna.
Heerlijke wijn hebben ze hier. Dat is echt veel lekkerder. Ja, deze smaak is zo lekker. Het is echt een vorm. Maar jullie kiezen dat ook altijd met heel veel zorg uit, hè, elk jaar. Nou, wij niet hoor, dat wordt gedaan. Nee, maar dat is leuk voor de film. Ja, maar dit is echt een heerlijke rosé met pasta en met vis. Deze smaak echt. Nou, en zo is het in alle 35 deelnemende winkels en ondernemingen hier. Echt lekker druk, heel gezellig. Zoveel mensen op de been, iedereen is blij, het is mooi weer. En iedereen geniet van heerlijke wijnen, heerlijke hapjes en de gezelligheid van elkaar. Dus wederom een heel succesvolle wijnroute dit jaar. Dus hopelijk wordt het volgend jaar weer voortgezet. Dit was de 5e editie, dus ik hoop dat het nog jarenlang door zal gaan. Hartelijk dank voor het kijken en tot de volgende keer.